Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Vanuit het Sir Winston Leisure Center, hartelijk welkom voor weer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal aan Tafel. Welkom ook aan onze gasten hier in de studio. Grotere talen aanwezig, vooral de vereniging DSVP is sterk vertegenwoordigd. Maar we hebben ook gasten aan tafel en die ga ik graag aan u voorstellen. Direct rechts van mij, een man die al heel wat jaartjes speelt in het eerste elftal van SVC 08. Belangrijke speler ook, want hij is de laatste jaren de topscorer geworden. Ik heb het over Steven de Ruiter. Naast hem een man die niet vreemd is hier aan tafel. We hebben hem vorig seizoen regelmatig gehad. Maar toen in de functie van sidekick. Nu is hij hier aanwezig als de hoofdtrainer van Wick, Tom Boevink. En dan gaan we naar de andere kant van de tafel. Een man die op dit moment werkzaam is bij de zaterdag derde klasse DSVP. Zijn naam is niet onbekend in Delft. Hij heeft aardig wat clubs daar gehad. Maar ook de familie zit volop in het trainersvak, of zat in het trainersvak. Zonder letter trainer van DSVP. En ja, de laatste die ik ga aankondigen, zoals iedere week aan mijn linkerzijde, onze sidekick, Mohamed Hamdi. Hartelijk welkom allemaal. En dat heeft u waarschijnlijk ook al gezien, hè? Ik heb het al gezegd, een team van de week wat we elke keer hebben. Dit keer de zaterdag derde klasse uit Pijnaker, DSVP. Ja. Nou, ik heb het gezegd aan het geluid duidelijk dat er heel wat mensen uit Pijnaker aanwezig zijn. Trouwens, ze zijn met haar eigen bus gekomen. Dat is toch wel echt ook uniek. John, prachtig stel, hè? Het is een stel leuke gasten bij elkaar. Ja. En nu even de punten nog, hè? Dat is ook wel, dat maakt het wel gezellig. Je zou haast zeggen, als ze net zo leren voetballen als dat ze kunnen zuipen, dan gaat het helemaal goed komen. Dus ja, wat dat betreft. Ik heb dat gehoord overigens, van voetballen allemaal heel erg graag. Maar ja, drank is ook een belangrijk onderdeel in de ploeg. Ja, zo bedoel ik hem dan niet, maar gewoon meer als mijn soms wel eens een beetje raar geplaatste opmerkingen. Maar het zijn leuke gasten bij elkaar. Ja, jonge ploeg? Er zitten een hoop jonge gasten tussen, ja. Ja. Heel wat jongens die ook ooit bij Excelsior hebben gespeeld, die dan weer terugkomen bij de club. Ja, dus ze hebben het getracht om te kijken, hè, want als klein ventje natuurlijk altijd wel de droom van ik wil betaald voetballer worden. Kijken of je dat kan halen, maar helaas dan voor de jongens niet en die komen dan weer terug naar het oude nest. Ja, dat is wel belangrijk, hè, dat het is niet erg dat jongens gaan naar een club om het te gaan proberen in betaalde voetbal. Maar het is natuurlijk heerlijk als het niet lukt gewoon weer terugkomen. Ja. Ja, dat is dan mooi als je een DSVP gehad hebt. Ja, ik kan me dat voorstellen. Tom Boevink, afgelopen weekend uit bij Toefaan, om het goed te zeggen. Was niet moeilijk, hè? Nee, het was niet moeilijk. Alhoewel, tot de rust was het gewoon 2-0. En dan krijg je best een aantal kansen die je moet verzilveren. En dat gebeurt dan niet. En na de rust maak je gelijk 3-0. Ja, dat was de gelopen koers. Ja, dat is dan heerlijk voetballen. Mooi weer en dan vliegen ze erin. Ja, ik kan me dat voorstellen, maar Tovan, dat valt over Toefaan, dat valt toch wel een beetje tegen. Hè? Ja, maar aan de andere kant denk ik, zie ik een aantal mensen langs de kant staan. Ik had ook begrepen dat er wat schorsingen waren binnengekomen, niet tenminste. En ik denk zelf dat ze twee gewoon echt wel goede voetballers hebben lopen, die ook op dit moment gewoon niet spelen vanwege een blessure. Ja, op zich valt me toch altijd op dat al die jaren dus er nog steeds bestaan en hun uiterste best doen om toch iemand wel weer om de ploeg te laten voetballen. Ja, te overleven. Nou, het is bij Wick altijd heel erg gezellig in de kantine. Ja, Toefaan staat erom bekend dat het na afloop best wel de lekkere hapjes daar zijn. Ja, als je een volkje meegeprikt? Nee, als je daarvan houdt, vind ik het best. Ja, ga je het doen, hè? Nee, dat maakt mij niet. Dan is het een broodje bal met mayonaise, dat maakt me niet uit. En voor de rest, ik ben aan het lijnen en tot. Ja, maar het gaat goed. Ja, nou, ik weet niet of jij je jasje uit kan trekken, maar ik geloof dat je de bof hebt geluid. Goed, we gaan naar Steven de Ruiter, want hij komt heel langzaam weer op gang, Boevink. Ik zei het net al bij de aankondiging, belangrijke speler voor SVC 08, want de laatste jaren topscorer. Ja, dat klopt. En vorig seizoen zelfs de speler van het seizoen geworden. Ja, ook dat was een gigantische eer. Dat ik hartstikke blij mee. Zeker in het jaar dat je ook kampioen wordt. Ja. Dus dat zijn mooie dingen.
Ja, ik zei je regelmatig topscorer, maar ik geloof dat je de laatste 8 jaar topscorer bent ja, van de club. Ja, klopt. Klopt, ja. Ja. Dat is nogal wat. Ja, ja zeker. Met dat, weet je, dat klopt. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. En als je op zo'n manier belangrijk kan zijn voor je ploeg, dan is het hartstikke mooi. Maar ja, dan is het toch denk ik afgelopen jaar dat je speler van het jaar wordt en ook nog eens kampioen. Dat is mij eigenlijk al veel meer waard als, als die 8 titels. Ja, ik kan me dat zeker voorstellen. Dit jaar dan gepromoveerd, eerste klas. Ja, dan wordt het wat moeilijker hè, met scoren. De hele ploeg tot nu toe 8 keer. Hoeveel heb je er al in liggen zelf? Ik heb er zelf 2. Dus het is inderdaad, het is nog niet veel. Maar ook als ploeg vind ik gewoon dat we nu te weinig goals maken. En dat ze ook eigenlijk iets te makkelijk tegenkrijgen. Dus ja, inderdaad, het is een niveautje omhoog. En dat merk je aan alles. Maar ja, goed, nu de komende weken voor de winterstop moeten we gewoon de schouders onder zetten. En gewoon zorgen dat we de broodnodige punten binnenhalen. Ja. Heb je in al die jaren de kans gehad om hoger te voetballen? Nou, de afgelopen jaren niet. Ik denk dat het op zich ook wel ja, bekend is dat ik wel echt een SSC-jongen ben. En dat ik ook niet echt de ambitie heb om, mijn hel ergens anders te gaan zoeken. Ik voel me thuis op SSC, altijd al. Voorheen JAC en nu SSC. Nee, het is de afgelopen jaren niet dat er concrete aanbiedingen waren. Okay. Wel een compliment waard hoor. Want dat is toch wel iets als je jarenlang topscorer bent van een vereniging. Ja. Dan is het heel knap dat je zo dicht bij huis blijft. En dat is ook jouw verdienste, maar ook op een gegeven moment het respect naar de club toe. Want we weten allemaal hoe het gaat. Als je de 2 goede seizoenen gehad hebt, dan gaat de telefoon en dan kan je bijna overal terecht tegenwoordig. En dat is toch een stuk waardering naar jou toe. Ja, maar die interesses heb ik nooit gehad om het elders te gaan doen. Ja, nou goed. Dus als je, zo steek ik ook eigenlijk een beetje in elkaar. Dus voor mij is het niet echt een... Het is een sfeer voor een club en ja. Ook, het heeft natuurlijk ook resultaten gehad in de laatste tijd. Dus ja, dan is de behoefte waarschijnlijk ook niet daar om elders te zoeken. Nee, klopt. De behoefte is ook inderdaad niet. De afgelopen jaren hadden we echt de missie om die stap naar de eerste klasse te gaan maken. En nu dat we dat hebben gehaald, ja, dan zou ik eigenlijk wel gek zijn om weg te gaan. Maar jullie nu pas 2 in liggen? Ik heb het nu pas 2, dat is niet best. Dan komt misschien door de nieuwe trainer, of niet? Ja, mag je rustig zeggen, Thijs? Ik zal rustig zeggen, zijn we rustig even in Ik zal erover nadenken, toch? Ja, nee, precies. Ja. Ga dan daar ook nog van de tafel gelijk, John, letten. Want ja, John heeft ook een verleden bij SVC 08. Daar gaan we het niet over hebben, want we gaan het over DSVP hebben. Jullie zitten niet in de Haagse, zeg maar, Westlandse pool, maar in ja, toch wat meer Rotterdams georiënteerde pool. Ja. Vind je dat jammer? Ja, de ene kant wel. En dan praat je over de leuke wedstrijden in de zin van Verburg. Nou ja, Honselsdijk is dan nou gepromoveerd. Maar dan heb je dan een beetje de Westlandse kant. Dat spreekt mij toch altijd wel aan. De andere kant nu, Excelsior, Sparta, Berkel. Dus dat, ja, dat is ook gewoon een leuke pool. Dus wat dat betreft is er net hoe de KVB... Dat die clubs uit van die kant vandaan Den Haag misschien iets meer volk meebrengen? Of valt dat mee? Nee, dat valt wel mee wat dat betreft. Vorig seizoen was het een moeilijk jaar. Jullie hebben er hard voor moeten knokken om erin te blijven. Nou, DSVP mocht weer starten in die derde klas. Duno ging het nu opnieuw proberen in de vierde klas. Met wat voor idee zijn jullie dit seizoen begonnen? Ja, we noemen het eigenlijk een soort wederopbouw. En vorig jaar toen ik instapte was het eigenlijk 1 doelstelling, lijfsbehoud. Nou, dat is dan gelukt. En dat, ja, dat is ook op dat moment mooi om met elkaar dus gericht eigenlijk van zaterdag tot zaterdag te werken. En nu kijken we eigenlijk naar een iets langere termijn om te kunnen zeggen, wacht even, wat is het leuk om te spelen? Waar word je op dat moment beter van? Wat is leuk voor het publiek om te zien? En ja, dat vraagt wel tijd en op dat moment energie. Dus dat ja, is wel een mooie uitdaging. Ja. Maar heb je ook een vrij nieuw team dan? Want je zegt dat het wat tijd nodig heeft. Ja, voor mij zijn ze zo goed als allemaal nieuw. Nou ja, ik heb ze vorig jaar dan 10 wedstrijden erbij gehad. Maar gewoon een andere manier van voetballen. Dat je aan de bal elkaar weet te vinden. Dat je op een bepaalde manier wil spelen. En vorig jaar was het eigenlijk van, joh, het maakt me niet uit wat je in die zin doet. De nul houden en scoren. Ja. En de punten pakken. Dus ja, nu vraagt het gewoon veel meer. Ja. En dat aan de ene kant is dat heel leuk. Alleen ja, het vraagt aan de andere kant ook wel een bepaald vertrouwen. Een bepaalde energie die je met elkaar moet opbrengen. En dan een wat minder resultaat geeft wel discussie. Ja, ik bedoel dat wel belangrijk dat alles opbouwen en geduld hebben. Maar ja, goed, die puntjes zijn altijd wel belangrijk om vooral rust in de tent te houden. Dat is wel belangrijk. Kijken we naar jullie, naar Wick. Een beetje een rommelige competitie. Hè? Dat onder andere nu een beetje door het gebeuren met
HSVS komt wel spelen, niet spelen. Ja, dat is natuurlijk ook heel vervelend natuurlijk dat er op dit moment verenigingen zijn die door de gemeente zijn aangeschreven om het een en ander te voldoen. En nu zie je de afgelopen weken weer bij Eskamp, wat op zich natuurlijk al een horrorverhaal is wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. Een prachtig complex, dan moeten ze eraf. De strijd tussen Eskamp en SDO natuurlijk in dit geval. Ja, en ik denk gewoon dat toch bij de gemeente op dit moment de druk gewoon opgevoerd moet gaan worden van wat willen we nou, hè? Wat willen jullie nou eigenlijk? Hè? En in dit geval de wethouder die links-rechts staat te springen, maar vaak op een verkeerd veld denk ik. En ik vind het gewoon doodzonde dat zo'n verenigingen op een gegeven moment dan wegvallen. Ja, jullie hebben er ook wel last van natuurlijk. Ja, maar je moet, weet je, nu, er zijn er gewoon een aantal ploegen die zijn vrij, die spelen niet. Nee. Je krijgt nu een aantal weken dat ploegen niet moeten spelen. Nou, ga maar een tegenstander zoeken. Iedereen moet spelen, het is nog prachtig weer, dus iedereen speelt gewoon. Ja, en ik denk gewoon dat er een stuk duidelijkheid moet komen gewoon. En ik snap ook best hoor, er zijn natuurlijk meer verenigingen nu gestopt, Haaglandia, et cetera. Ja, maar gaan ze dat doorzetten of zeggen ze toch van we geven nog een herkansing aan Eskamp? Ja, maar het zou wel duidelijk moeten worden. Sportief gezien doen ze het helemaal niet zo slecht. Ze wonnen onder andere bij jullie naar het Zuiderpark. Dat is inderdaad waar. Dat is, wel, dat is echt een gestolen overwinning geweest van ze, maar ze hebben het toch goed gedaan. En dat heeft op dat moment ook geen. Ik vind het gewoon jammer dat zoiets gebeurt. Maar kijk, het moment dat je al niet meer kan trainen en dat je ergens in een of andere zaal loopt en leuk met een fotootje erop. Ja, ik denk je hoort thuis. Hè, met op een voetbalveld. Ja, op een voetbalveld. En ik denk dat het is ook uit nood dat ze dat doen om natuurlijk een beetje de schoen erin te houden. Ja, maar als je dan nergens speelt door de week of in het weekend. Je mag niet meer spelen, je doet helemaal niet mee. Ja, wat is het dan? Maar hoe moet je dat bij elkaar houden dan? De meeste van die jongens zijn op een gegeven moment. Een week of twee weken gaat dan wel. Maar, ja, maar het zijn ook jongens, die niet. Zoals jij zegt op een gegeven moment net gezellig een drankje, een biertje, noem maar op. Het zijn ook vaak jongens die spelen en dan toch na afloop, dat weet je zelf ook wel, dat ze dan een half uurtje blijven en dan gaan ze gewoon weg, klaar. Net zoals Bode B. Nou, Bode B, Wik, jullie gaan direct naar huis ook, ja. Hier een week of twee weken apart houden, dat gaat nog wel, maar als dat terug blijft komen, dan zijn ze inderdaad weg. Dat gaat niet meer. En alle negatieve uitstraling op een gegeven moment, die je dan op een gegeven moment krijgt door de pers en et cetera, wat er gaat gebeuren, de onzekerheid kruipt erin. Dat betekent op een gegeven moment dat, in mijn optiek, en dat meen ik serieus, zoals er nu gehandeld wordt, ook met de gemeente en ook hele belangrijke heren die er werken. Ja, kijk, mensen zijn niet achterlijk. Ze zien op een gegeven moment overal zo'n wethouder rondlopen. Ze zien mensen die ook iets te vertellen hebben, zeg ik altijd. Meld het dan gewoon. Zeg wat je wil. Ga verder of ga niet verder. Maar blijf niet zo rommelen, want de volgende staan alweer te wachten op een gegeven moment die ook... Maar goed, we verwachten dat er deze week verder uitsluitsel gaat komen. Ik ga nog even naar Steven, want afgelopen zaterdag, zoals altijd, geweldig hè, SVC TV aanwezig bij die wedstrijd. We hebben wat beelden van ze mogen gebruiken en we gaan naar een kleine compilatie kijken van wat shots waar vooral jij in voorkomt. De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen de Hekkensluiter. Neptunus Schiebroek. 1-1. Oh,
Ja, tot zover wat de compilatie van de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Steven, als je dat zo terugkijkt, pech gehad, hè? Balletje op de lat, zag ik nog. Ja inderdaad. Dat was jammer. Ik had er ook graag eentje willen maken zaterdag, logisch, ja. Als spits zijnde. Maar het gebeurt niet en hij komt helaas op de lat en nog een paar kansjes hier en daar. Maar ja, ondanks dat is het ook gewoon een teleurstelling dat je gewoon gelijk speelt. Zeker tegen Neptunus, die staan toch onderaan en als je dan thuis speelt. Ja, je wou nog even een vrije schop ook op die 16 hebben, zag ik. Ja, ik weet niet of dat helemaal terecht was, dat ik hem, maar ik riep er in ieder geval wel om. Ja. En dat zijn ook de emoties tijdens zo'n wedstrijd, dan wil ik nog wel eens wat roepen. Ja. Maar heb je een verklaring waarom het zo minder gaat dit seizoen? Nou ja, minder. Kijk, dat is natuurlijk een hele logische verklaring dat we natuurlijk gewoon een niveau omhoog zijn gegaan. Hè. Dat is denk ik ook voor ons als spelersgroep is het wennen. En af en toe heb je ook gewoon in je team dat het gewoon even minder loopt. En af en toe, daar hoeft ook niet altijd een aanwijzbare reden voor te zijn. Af en toe draait het lekker en dan gaan dingen die gaan gewoon vanzelf. En weet je, af en toe gaan die balletjes op de lat, om het maar zo even te zeggen. En, ja, het is ook gewoon jammer. We komen gewoon ook gewoon, denk ik, terecht op een 1-0 voorsprong. En binnen 4 minuten lig je dan weer aan de andere kant, ligt hij erin. Dat ze dan toch net weer even die 5 minuten, dat we dan toch, ja, denk ik, net even iets minder scherp zijn. En ook voorin hadden we genoeg kansen om die tweede te maken. Maar ja, ja. Dat gebeurt dan ook niet. Hebben jullie een andere soort speelwijze dat je minder wordt bereikt als spits? Want je moet gevoed worden. Het zal ook te maken hebben met het niveau tegenstander natuurlijk. Ja, dat heeft natuurlijk even daarmee te maken inderdaad. En natuurlijk zijn we wel een klein beetje zoekende nog van ja, hoe kunnen we het nou zo optimaal mogelijk neerzetten. Mm-hmm. En de trainers die doen er alles aan. Ik denk ook echt, ik heb ook echt het vertrouwen erin dat het... Dat als het dadelijk eenmaal gaat draaien, dan gaan we gewoon onze punten pakken. Wat ik opmerkelijk vind ook, en dat komt niet zo vaak voor, zeker niet op het niveau waarop jullie spelen, eerste klas, dat je met 3 broers regelmatig in het eerste speelt. Hè? Colin speelt erin, Liam speelt erin. Ja. Dat is toch wel vrij uniek, denk ik. Nee, klopt. Dat vind ik ook zelf ook heel bijzonder. Alleen, ik weet al niet anders als vanaf dat ik klein was, dat ik met die 2 gasten samen voetbal. Ja. En dat was al vanaf de jeugd zo en op een gegeven moment ook in de selectie inderdaad. En natuurlijk is het bijzonder en daar zijn we ook heel erg blij mee en dankbaar voor. Ja, want krijg je er niet wat discussie vaak als de een er wel of er niet in staat? Je broer Liam stond geloof ik niet in zaterdag? Nee, klopt. Dat is ook selectievoetbal. En de trainer die stelt er gewoon 11 op. En, Maar het is ook mogelijk natuurlijk dat je, als je promoveert, dan heb je natuurlijk altijd een zwaar jaar daarna. Hè? Want het is allemaal gewoon geweldig geweest, kampioen geworden, et cetera. En dan zie je ook op een gegeven moment een club, die blijft wel de club zelf. Hè? Het moment dat je promoveert op een gegeven moment, het zijn er ook zat clubs die op een gegeven moment links-rechts gaan lopen winkelen. Maar jullie houden toch een beetje de eigen groep in stand. Ja, dat is toch een beetje de club die we zijn inderdaad. Dat is mooi toch? Ja, natuurlijk is het mooi. Geweldig. Het is geweldig. De vaste kern en de, ja, dat is geweldig. Kijk maar even naar ODB, het Zuiderpark, wat wisselvallig in thuiswedstrijden. Het is geloof ik nog niet zo dat de tegenstanders met angst hebben naar het Zuiderpark. Ja, ik ben de trainer van Wik, hè? Ja, bedoelt Wik. Ja, Wik, ja. Sorry. Ja, maar je zegt ODB, hè? Nee, Wik. Nou ja, ODB. Ja, maar daar heb ik ook een tijdje gezeten bij ODB. Ja, maar je moet daar zijn. Dan kom ik dadelijk wel even. Nou wordt het een zootje aan die tafel, dan weet ik niet meer wel. Mr. ODB. Ja, van wie wil je dan weten? ODB, ja. Maar ik heb het over ODB, ja. Of Wik, sorry. Ja, zie je? Ja, jongens, dit is toch. Dit gaat helemaal weer. Ik ben 1 keer terug, zie je, dan krijgen we het weer. Maar het Wik gaat goed. Wik is gewoon een prachtige club. Ik denk dat er heel weinig. Tenminste, eigenlijk te weinig mensen weten hoe groot die club eigenlijk is. Want ze hebben toch op zondag 11 teams. En op zaterdag hebben ze nog 3. De jeugd gaat goed, maar heel goed. Onder leiding van Jan van Wij. En ze maken stapjes. Ja. En het is voor die vereniging van het grootste belang dat ze gaan beseffen dat als je hele kleine stapjes maakt, dat het dan moet het goed komen. Het moment dat je daar iets op een gegeven moment zegt, nou, dan moeten we ineens dat, dan werkt dat gewoon niet. Ja. Het is natuurlijk een prachtige vereniging, een gezellig, regelmatig feestje, je weet hoe het gaat. Maar ik denk gewoon dat het belangrijk is dat ze ook stappen maken in het voetbal. En dat kan alleen, ja, met respect, het bestuur is goed bezig, de technische commissie is goed bezig. Daar moeten we stapjes in maken. Want als je daar stapjes in maakt en je vlaggenschip gaat gewoon eens een keer in een derde klasse, dan is het een hele positieve. Wat je jammer dit seizoen, want ja, SVV duidelijk een maatje te groot, denk ik. Ja, maar goed, iedereen weet, als je weet een beetje hoe het zit, hè, als je, ik denk, we lopen lang genoeg mee en dan zie je wat er gebeurt. Toon Wolters is weer terug bij SVV
Ook al die jaren helemaal niks meer betekend. Nou, Toon is weg geweest bij een andere club. In 3 jaar werden ze 3 kampioen. Toon komt terug en ja. En ik denk niet dat sommige mensen met een broodje ijs spelen. Nee. Nee, dat kan ook weer gebeuren. Ja. DVP, ik krijg er wat voor wikgeld. Beetje ja, wisselvallig thuis. Jullie kunnen thuis ook nog niet echt potten breken. Nee, helaas thuis en uit nog niet. Dus nee. Wat dat betreft. Nee, maar vooral thuis gaat het om dat je denkt van luister, daar moeten we het nou ja, in ieder geval ook wat presteren. We hebben er uit 1 gewonnen en thuis 1 gewonnen. Dus wat ja. Dat betreft moeten we dan toch naar de positieve kanten zoeken. Maar uit 2 keer 6-0, dat hakt er nog wel in natuurlijk. Ja, dat hakt er zeker in. En verklaring kunnen we in die zin nog steeds niet geven in de zin van. Zijn we echt zoveel slechter op dat moment als je kijkt naar 6-0 natuurlijk dan de tegenstander? Ja, dan blijkt toch zeggen nee. Alleen op een onverklaarbare manier vallen ze aan de verkeerde kant. En dat is een soort werken tegen de bierkaai in, waardoor je zegt van ja, wacht even, we stoppen de energie in, we willen iets. En wij zijn aan het aanvallen, maar het resultaat is dat die jongens in het netje ligt. Ja, en dat is dan toch wel. Frustrerend. Als je dan moet je dinsdag weer gaan trainen en je dan zo'n forse nederlaag had, best wel moeilijk weer. Ja, ik wil dan dinsdag weer trainen en de gasten moeten dan dinsdag weer trainen. Dus dat is dan wel weer het verschil. Ja. Nee, dat is weer gekheid. Maar, ja. Nee, die energie wordt er wel ingestopt. Alleen voor de gasten het vertrouwen. In plaats van ja, net over had, ja, een paar punten meer pakken, waardoor je denkt van ja, ik kan toch wel voetballen. In plaats van, ja, we proberen het en uiteindelijk verlies je alleen maar. Dat is natuurlijk op dat moment niet bevorderend. Ja, je zegt net onverklaarbare redenen, maar is het echt onverklaarbaar? Kun je dan niet, je zegt zo. Nou ja, ik bedoel, we hebben in de wedstrijden die we 6-0 hebben verloren, zijn de eerste kansen zijn voor ons. En op het moment dat je zelf op de 16, eigenlijk 16 tegenstander, net niet het lef heb en de balletje op goal schieten, wordt een balletje breed, die wordt onderschept en een lange bal is op dat moment, zij counteren en scoren op dat moment de 1-0, dan zakt het eigenlijk bij ons de broek een beetje af van weer dit. Ja, en dan wordt het toch wat moeilijker. Maar goed, er wordt toch wel volop getraind, je hebt niks te klagen over trainingsopkomst. Afgelopen week zijn we een kijkje gaan nemen op de Groene Wijten toen jullie aan het trainen waren. Daar hebben we ook wat beelden van gemaakt, daar gaan we nu even naar kijken. Op een donderdagavond op Sportpark De Groene Wijten. Haaglander voetbal te gast bij de zaterdag derde klasser DSVP. En niet zonder reden. DSVP is ons team van de week. De warm-up. En dat geldt ook voor de keepers. En daar zit DSVP blijkbaar ruim in. Concentratie ook bij de trainer John de Letter. En dan het uitdelen van de hesjes. En natuurlijk het partijspel. Kort spel, de lange bal. Goed uitgevoerd, dan zit alles daarin. Een training op de Groene Wijd in Pijnaker, DSVP. We gaan wat praten met een paar spelers. Ja, ik zag net die beelden, aardig wat spelers. Maar ik zag ook aardig wat doelverdedigers die onder handen werden genomen. Rick Groen, jij was vroeger ook keeper. Ja, dat klopt. Ik heb heel wat jaartjes gekiept voor een. Ja. En ja, daar is een eind aan gekomen. Waardoor? Ja, helaas tijdens een oefenwedstrijd een bal voor de goal gekregen aan mijn rechterkant. En ik duik die bal er hartstikke goed uit. Op hetzelfde moment dat ik de bal blok met mijn rechterhand, is er ook een speler die in komt vliegen, die schopt vol op de bal. Ik blok hem wel, maar mijn arm slaat door naar achter. En dat was de laatste bal die ik echt goed heb tegengehouden. Ja, schouderproblemen.
ja, sinds die tijd eigenlijk wel, ook terugkerend. Wel geprobeerd om terug te komen, en, maar helaas niet gelukt. En ik heb nu nog steeds af en toe het gevoel dat mijn arm niet goed staat. En dat is het laatste geweest wat ik met keeper heb gedaan. Maar goed, dan is dat selectievoetbal zo leuk en dan wil je zo graag bij dat DFB betrokken blijven. Maar zoals we vaak heel veel doelverdedigers, die kunnen ook aardig ballen, aardig voetballen. Dus jij bent ook speler geworden. Nou, je krijgt wat basistechniek mee, denk ik, als je gaat keepen. Je moet toch een bal kunnen inspelen naar de laatste jongens of een bal weg kunnen schieten. En dat ben ik iets gaan verbeteren. En dat gaat redelijk, dus dat is leuk. En dan behoor je me tot de selectie. Dat is toch wel mooi, hè? Ja, zeker weten. Eerst had ik het idee van, nou, ik wil graag in de selectie blijven voetballen. Het is leuk met die jongens. En nou ja, dat is, was in mijn idee gewoon derde elftal. En dat werd tweede elftal. En nou ja, de laatste tijd ook weer eerste elftal. Dus als, wat speel je bij de positie? Ja, dat wisselt John nogal. Ik speel meestal rechtshalf, maar we spelen zonder rechtsbuiten. Dus ik schrijf ook ver door. En dan sta ik in de verdediging op linksback. Dus dat is helemaal de andere kant van het veld. Een beetje makkelijk onhand, overal inzetbaar. Nou, ik denk omdat ik nooit de positie heb gehad op voetbalveld, dat ik overal gewoon een beetje neergezet kan worden. Oké, gaan we naar Bas van der Meijden. Die zit achter je. Bas, ook een van die spelers die bij DVP ooit heeft gespeeld bij Excelsior. Dat verhaal met die Anja uit Volendam. Ja, dat klopt. Ja, ik weet alles, dat zie je. Ja. Nou, of jij alles weet of de rest heeft dat doorverteld. Ja. Maar dat, zo heb ik haar leren kennen en zo is het fout gegaan. Dus, Nee, ik heb haar leren kennen in de tijd inderdaad ook bij Excelsior nog voetballen. Toen speelden we tegen FC Volendam. En toen zat zij daar. En toen heeft ze me opgezocht, toen de tijd nog via huis. En van het een kwam het ander. Een drankje in Amsterdam gedaan. En nou ga ik al 6 jaar met Anja dan uit Volendam. Ja, je ziet waar dat voetbal allemaal naartoe kan leiden. Ja. Mooie ploeg trouwens, hè, dat DFB. Want jij bent ook een van die spelers die weer terugkeerde. Ja, klopt inderdaad. Ja, hele leuke tijd gehad in de jeugd bij Excelsior. Maar inderdaad, verplicht terug, want ik was niet goed genoeg. Een van de jongens, want er waren meerdere bij DCP die in de jeugd bij Excelsior hebben gevoetbald. Onder andere Hozan Hoesaini, die is nou dan voor zijn werk in Spanje. Ver weg, ja. Dus die missen we ook op het moment als je praat over doelpunten, want die maken we op het moment ook niet. En nog een aantal, maar het is niet voor niets dat we allemaal teruggaan naar onze oude clubpie. En het is gezellig. Dus, nou goed, het is bij jou niet gelukt een contract te verdienen, maar je hebt er wat anders moois aan overgehouden aan Excelsior. Ik ga even naar je buurman, Arjan Hoogendijk, de aanvoerder. Dat stel, is dat nog een beetje in bedwang te houden als aanvoerder? Ja, zeker. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en het is gewoon altijd gezellig met die gasten. Natuurlijk moeten we soms even de boel op scherp zetten, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Dat gaat er goed. Je bent niet afkomstig, ook, je hebt niet bij Excelsior gezeten, je hebt bij Spirit gezeten, geloof ik. Ja, dat klopt. Hoe kom je dan vanuit Spirit terecht bij DFCP? Verhuizen? Ja. Dat heeft inderdaad met het meisje te maken. Het meisje komt uit Den Haag. Dus dan ga je ergens de middenweg zoeken en dan kom je in Pijnakker uit. Ja. Ja, dat is dan wel het gekke dat ik daar ooit nog een wedstrijd tegen heb gevoetbald. Een degradatiewedstrijd. Helaas verloren. Ook stond Rick nog op doel trouwens. Maar het is wel gek om zo dan hier te komen. Maar wel heel erg leuk. Maar hoe kom je zo bij de DFCP terecht? Was dat een bewuste keuze? Jazeker. Ik heb altijd bij Spirit gevoetbald. Een hele gezellige vereniging. En ik wilde gewoon datzelfde gevoel met de jongens die echt een hart voor de club hebben. Dat wilde ik gewoon weer hebben. Dus ik ben gewoon gaan kijken op de voetbalvereniging. En daar zag ik deze jongens. Ik zag het in de kantine. Ik zag het biertje drinken. Wat John net al noemde. Dat is belangrijk. Nou, dat vind ik ook belangrijk. Dat is onderdeel van het voetbal. En daarom heb ik voor DSP gekozen. Nou, prachtige mooie keuze. Heel goed toegelicht trouwens. Jongens, fantastisch jullie waren. En ga de punten pakken straks, hè? Want niet zoals vorig seizoen wachten tot het einde van de competitie. Dat jullie definitief veilig stellen. Gewoon zorgen dat je heel snel naar boven gaat in die middenboot. Bedankt dat jullie er waren. Tom, wat hij zei is gewoon waar. Ik bedoel, ik heb het er straks even gezegd. ODB, bij ODB had er gezeten. Ook zo'n ploeg die het vooral ook heeft van gezelligheid. Knokken als het nodig is op het veld. Je ziet het nu ook, de resultaten. Ze staan ongeslagen bovenaan. Maar het is ook een ploeg die weet dat het belangrijk is, die derde helft. Nou ja, ik denk dat het op dat niveau, hè, we praten over dat niveau, derde klas of dat vierde klas. Kijk, je ziet wel, dat zijn nog steeds de clubs die ontzettend veel supporters meenemen naar wedstrijden, of het nou uit of thuis is. Ja, en dat is al jaren zo dat. Ik zeg eens meer, ik heb er 11 jaar of 12 jaar gezeten, geloof ik. En dan leer je de club echt kennen. Maar het moment dat ze buiten bezig zijn, is het gewoon goed. Maar de derde helft is ook wel super belangrijk.
Ze zeggen wel, het zijn de grootste cafés van Nederland, maar dat is ook gewoon zo. Het is mega gezellig, een zangertje. Het is... Maar ook voor de tegenstander wordt er veel gedaan. En dat valt me ook altijd op. Kijk, het moment dat je gewoon hele leuke ploegen binnenkrijgt, dan is het ook gezellig als die ook blijven hangen. Ja. Wel of niet verliezen, dat maakt dan op dat niet uit. Staan ze op het veld, ja, dan gaan ze ervoor. Ja. En op dit moment is het fantastisch wat ze hebben laten zien. Dan gaan we het sportief zien. Gaat het goed met de club? Je geeft wel aan, de afloop is dat gezellig. Dan heb je nu zo'n serie op tv die dan draait. En dan denk ik van ja, dat is nou niet de PR waar je dan als club op zit te wachten, denk ik. Nee, maar iedereen heeft het gelezen in het AD als het goed is. Die opnames, wat ik begrepen heb, vorig jaar gedaan. De jeugdtrainer had toen een heel ander plan met de vereniging ODB. En de bestuurder zegt nee. Nou, toen heeft hij op een gegeven moment gezegd van oké, dan ga ik hier weg. En hij heeft heel veel A-spelers mee willen nemen naar een andere club. Ik heb zijn beleidsplan ook gelezen van Dennis Jong. En ik denk dat het een beetje te ver is gegaan. En deze opname met BNN, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Het moment op een gegeven moment dat je die gasten naar huis hebt, een Boule Rouge. Ja, een voorbeeldfunctie. Nou, ik weet niet wat hij aan het doen is, wat hij zijn leven al uitgehaald heeft. Moet ik daar nou, daar word ik niet opgewonden van. Is niet zo dat misschien de club wat op het verkeerde been is gezet bij de voorbespreking, wat soort programma? Nou, dat is namelijk ook het hele punt op een gegeven moment. De jeugdtrainer zelf is ook naar Amsterdam geweest en die heeft ook de beelden al gezien. En die had toen eigenlijk al aan de bel moeten trekken en zeggen, joh, luister eens, dit gaan we dus niet uitdraaien. Want je ziet op een gegeven moment ook heel duidelijk, het begin van de training is daar. Daarna schakelen ze over naar een ploeg uit Rotterdam, die geloof ik al 9 rode en 12 gele hadden binnen 8 wedstrijden. En daar brak ook een vechtpartij uit. Maar als je dat niet snel genoeg ziet, dan denk ik, dat gebeurt bij ODB. Nou, ik durf gewoon met andere markt, want ik ken de ploeg heel goed. En dit is gewoon schandalig voor de club ODB dat dit gebeurd is. En ik vind het ook niet passend op een gegeven moment dat je... Kijk, als je daarmee in zee gaat, dan moet je voorzichtig mee zijn. Dan moet je alert zijn, dan moet je meerdere mensen in betrekken. Ik kan hem meenemen, ik kan John meenemen. Dan gaan we eens kijken. Is het wel goed voor de club? Maar als je natuurlijk sensatieblust bezig bent, dan krijg je dit soort programma's. Ja. Van een meisje die helemaal geen verstand van hebt. Dan krijg je een Boule Rouge die zegt, ja, dan denk ik, jongens, je hebt alles gedaan wat God verboden hebt. Waar hebben we het over? En het is niet, kijk, als je dan zo op de goede weg bent, en dat durf ik hardop te zeggen, want ook ODB is fantastisch bezig, met een jeugd op een gegeven moment, nieuw jeugdbestuur. Ja, dan is dat een knauw die ze krijgen en dat is niet leuk. Maar er komt nog wel resultaat, want ze zijn wel bezig met een advocaat. Oh, ja. En ze gaan op zeker... En zullen we een rectificatie hebben? Oké, nou, ik ben benieuwd. Jij hebt het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Nee. Ja, wel, John? Ja, de intro. Niet zeg maar de aflevering zelf, maar wel het introotje. Dat, eigenlijk ook alleen maar de intro. Nou goed, in ieder geval. We gaan even naar SVC 08. Een beetje leukere zaken. Dit seizoen voor het eerst nieuwe trainer, Wim Schaap. Ja, gelouterde trainer, bij allerlei clubs gezeten. Is Wim zo streng? Nou ja, het is wel gewoon een strenge trainer. Het is een ervaren. Eerlijk. Ja, ik ben eerlijk. Ja. Je begint helemaal te zweten. Dat is God tot man. Pak hem aan die trainer, man. Nee, Wim is een hele ervaren trainer inderdaad. En hij is ook streng op de momenten dat hij streng moet zijn. En ik denk dat dat ook iets is wat de groep nodig heeft. Maar het is gewoon een goede trainer. Man van zijn woord ook, hè? Want je broers Colin en Liam. Was toegezegd, jullie mogen bij de opname aanwezig zijn. Als er zaterdag wordt gewonnen tegen Neptunus, Schiebroek, het werd 1-1. En dan zegt Schaap, ja, conform de afspraak, helaas. Lekker trainen vanavond. Precies, ja. Kijk, wat ik me afvraag heb, uiteraard zal er over nagedacht zijn om een trainer aan te stellen. Iedereen weet wat voor soort trainer Wim is. Maar als je gaat kijken naar de voorgangers, Bert de Best, hè, die dat eventueel even heeft overgenomen. Daarvoor had je de Jager. Het zijn toch andere soort types trainers. Dus ik vraag me af op een gegeven moment van waarom kiest SVC 08 dan voor een trainer als Wim op dit moment? Ik ben het niet helemaal met je eens. Want Bert is natuurlijk ook een best wel een duidelijke trainer. Die ook best wel duidelijke taal uitslaat op de momenten dat het moet. Je vergeet trouwens ook John. John zat er ook nog tussen. Ja. Dat is ook in principe iemand die gewoon wel zegt wat hij vindt. En nu kom je natuurlijk ook op een niveau volgens mij. Voor mij heeft Bert niet... Die zou al niet de papieren hebben gehad. Of in ieder geval, je gaat natuurlijk ook in een andere vijver ga je vissen als trainer zijnde. En het bestuur en het TC heeft ook gewoon aan de spelersgroep gevraagd van jongens, wat voor een soort trainer hebben jullie behoefte aan? En ja, daar kwam toch uit van dat we toch iemand nodig hebben die toch zeker in de groep staat, maar op de momenten dat het moet, en ja, zeker op trainingen, ook wel boven de groep kan staan. En in die zin vind ik het een hele logische keuze van SVC. Jullie hebben trouwens als club zijn ook wel een geweldige sponsorgroep. Die maken het gewoon mogelijk. Die hebben vooruit gezegd 4-5 jaar
mogen jullie op trainingskamp tijdens de winterstop naar het buitenland? Nee, klopt. Dat is ook inderdaad zo. Dat, dat roep ik altijd. We hebben een hele enthousiaste sponsorgroep. En, onder leiding van Henk Groen. Ja. En dat is inderdaad, dat is al jaren fantastisch. Dat, dat we gewoon als onze club zijn al jarenlang naar het buitenland gaan. Ja, dat is, daar zijn we ze hartstikke dankbaar voor. Ja. Maar even terug aan die trainers. De betrokkenheid van de sponsoren bij de club is. Is ja, wel, dat heb jij natuurlijk ook ervaren. Dat is natuurlijk geweldig. Dat, ze gaan ook mee op trainingskamp. Maar die worden ook helemaal bij betrokken. Elke wedstrijd zit dus er ook zo goed als. Ja. Dus wat dat betreft. Ja, een hele enthousiaste groep inderdaad. Hoe is dat bij DSVP? Ik bedoel, jullie komen wel gelijk met een eigen bus hier naartoe. Dus, ja, nee, wat dat betreft dat is het ook een vereniging waar het gewoon goed geregeld is. Ja. Dus, en ook sponsoren die dan in een hoek bij elkaar kruipen om dan na de wedstrijd. Je hebt een leuk platform daar geloof ik, hè, bij het eerste helft. Met dan zo'n bord met sponsornamen, dat dan even een interviewtje wordt gehouden en dat dan. En hoe is de rivaliteit in Pijnlijk? Want je hebt natuurlijk Olivio, dat een paar jaar al bovenaan net niet, maar staan we alweer. Nu ook in de kopgroep in de derde klas op zondag. Ja, jullie moeten knokken om weer omhoog te komen, die derde klas op zaterdag. Merk je daar wat van, of niet? Nou, natuurlijk in die zin wel, maar dat is meer in de zin van met de jongens onderling elkaar een beetje lopen jennen en gek maken. Ja. En ja, misschien dat ik op bestuurlijk niveau dan nog wel iets is van joh, dit is Olivio en dit is DSVP. Maar volgens mij de gasten onderling niet, want ze zitten bij elkaar allemaal in de plaatselijke kroeg. Dus wat dat betreft. DSVP natuurlijk een ploeg ooit natuurlijk de top van Nederland gespeeld, toen onder Dick Advocaat. Dick is wel erelid van de club zelfs. Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Toen heb je het meeste verdiend, Dick. Toen heb je gewoon zijn zakken gevuld. Dat zei hij ook. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk leuk, want spelers die er toen inliepen, zitten nu in de TC of in het bestuur. Of die zie je gewoon op de club lopen. Dat is gewoon mooi. Een beetje hetzelfde als de SVC. Dat je jongens die blijven zitten, zijn uitgevoetbald, blijven dan toch op een gegeven moment bij de club actief. Ja, dan is DSVP toch wel een graadje meer club. Nog, ja. Maar dat komt ook de concurrentie is natuurlijk niet groot in de regio. Hè. Je hebt Olivio en dan. Noordorp. Ja. Ja. Maar goed, dan blijft men toch wel zitten bij de club, denk ik. Ja, de club die ook altijd actief is. Als je daar in de jeugd hebt gespeeld, dan. Ja. Maar ook een accommodatie, altijd actief. Pas weer clubgebouw, geloof ik. Verbeterd, aangepast. Ja, dus daar zijn ze ook continu mee aan het zoeken. Maar ook twee grote tenten op een parkeerplaats. En dan is er een dorpsfeest. En. Het was het laatst een fietstocht of een steptocht en ook voor het goede doel. Dus dat is allemaal wat dat betreft, door heel de gemeente zit het heen. En dat is heel mooi. Zou voor Tom ook wel eens leuk zijn mee te doen, is een steptocht of niet? Ja, maar nou, is dat vanwege het drinken? Is dat vanwege het drinken of twee tenten? Vanwege het lijnen. Nou, is dat zo? Ja, als je veel stept samen, dan kun je. Kijk eens rechts voor je. Kijk eens voor links. Ben jij daar niet goed? Maar even terugkomend op die trainers net van Diebunzen. De afgelopen jaren heb ik wel, niet om je te smijgen, want dat doe ik helemaal nooit. Maar er zit wel structuur in, want ze hebben natuurlijk wel een hele goede trainers hebben ze bij die club gehad. Die toch wel hun streep hebben verdiend. En kijk, we lachen wel om Wim. Maar het is ook een gedreven ventje natuurlijk. Jij lacht om Wim. Ja, natuurlijk. Maar als je wat doet, kun je hem altijd bellen, want het is ook een afgekeurde politieagent. Dus. Okay. Maar het gaat er wel om op een gegeven moment, daar heb ik wel respect voor, weet je. Het zijn wel mensen op een gegeven moment. Die ook het hart hebben, dat hier aan tafel op een gegeven moment mensen die echt met het voetbal bezig zijn. En Wim is gewoon keihard natuurlijk. En Wim gaat niet over één nacht ijs. Die is daar heel lang mee bezig geweest. Ja. Nou, dan heb je onze Bert. Nou ja, ik heb met hem samengewerkt, weet precies wat hij doet. Bert gaat aan het eind van het seizoen de club verlaten als technisch manager. Dan gaan ze nu al feestvieren, denk ik. Even kijken. Ja? Dan ga ik hem morgen bellen. Ik ga hem morgen direct bellen. Ik weet dat bij ons nog een team vrij is. Maar even terugkomend op wat jij zegt, ken je het verschil tussen goede trainers? Maar verschillende stijlen. Ja. Dus ik heb het over verschillende stijlen, had ik het over. Ja, maar omdat Wim ken ik ook al een jaar of 20. Ja, maar ik ken Wim ook heel goed. En die gaat niet over één nacht ijs. Die is daar heel lang mee bezig geweest. En ik denk wel dat als je. Ik heb Bert ook natuurlijk goed. Ik ben DSC gezeten met hem. Ja. Maar ik denk wel dat daar heel veel over gesproken is. En hij zal er nooit ingestapt zijn als hij niet het gevoel had gehad van dat doe ik niet. Daar ben ik ook respect naar dit. Daar ben ik helemaal met je eens, hoor. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Goed, omwille van de tijd. Zondag dan wordt het een doelpuntenfestijn in het Zuiderpark. Jullie spelen tegen Blankenburg. Die hebben geloof ik 68 of 70 goals tegen. Maar ze pakten afgelopen. Hebben jullie jongens wel eens gezien of niet? Ja, maar ze hebben afgelopen zondag het eerst ook. Ik ken hier niet door de deur heen, hè? Dat zijn zulke negers op een gegeven moment. Ja, oké. Maar spelen ze met ODB of met Rick? 68 goals tegen, zoiets.
Heb ik? Met ODB of met Wick? Nee, met Wick. Met Wick. Oh, met, nee. Oh, met Wick. Blankenburg. Blankenburg, dat is fijn. Goed, mooi moment om hiermee het programma af te sluiten. Want ja, we zitten helaas aan de tijd. DVP, jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik heb het al eerder gezegd. Succes de rest van de competitie. Ook de mensen hier aan tafel. Steven de Ruiter, Tom Boevink van Wick. En natuurlijk John de Letter en onze sidekick Mohan, die ook jullie bedankt voor jullie aanwezigheid. Mensen hier in de studio bedankt. En thuis bedankt voor het kijken. Haaglander Voetbal is er weer volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.